Er was eens, nog maar pas geleden, een jongetje, laten we hem Rafke noemen. Rafke was samen met zijn zus opgesloten door een heks. Laten we haar Rani noemen. Ik ga jou opeten! Zei Rani de heks. Wow, oh, 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 oh. Schrok Rafke. Opeten? Dat vind ik nu precies nogal radicaal, nee? Niet zagen. Ik eet u op met champignonnesaus. Zei de heks. Ja maar, mevrouw de heks. Zei Rafke beleefd. Mag ik u misschien een vegetarisch alternatief voorstellen? Dat is veel beter voor uw cholesterol en uw hart en op uw leeftijd. Weg! Ik eet u op! Riep de heks. Ja maar, ik ben heel taai en er zit niet veel vlees aan. Voel aan mijn vinger, voel. Dat is je vinger niet. Je steekt een stokje door de tralies, rotjong. Zei de heks. Zeg, waarom eet u mijn zuster niet op? Die is veel lekkerder. Raf begon te smeken. En de heks dacht na. Wacht eens. Ik heb hier nog een restje quinoa. Met honingtomaatjes en ertjes en worteltjes en cashewnoten. Een recept van Sandra Beccari, ons vriendin. Ik zal misschien dat eerst opwarmen, anders moet ik dat weer weggooien. En ik ben tegen verspilling, dus ik neem jou wel als toetje dan. Terwijl de heks de opgewarmde quinoa met honingtomaatjes, ertjes en wortelen en cashewnoten at, konden Rafke en zijn zus ontsnappen. En ze leefden nog lang en tamelijk gelukkig.